Laatste gedeelte van deze uitzending van Voetbal Insight. Johan Derksen, Hans Kraaij junior en René van der Grijp. Op 20 maart gaat het gebeuren, de wedstrijd natuurlijk tussen PSV en Ajax. Blijft het gaatje één punt, denk jij, tussen deze twee ploegen op dit moment? Ja, wat moet ik erover zeggen, Wilfred? Nee, maar gelet op de vorm. Nou, daar zit je wel voor hier. Ja, ja, dus dan moet ik, ja, dan moet ik zeggen... Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, iemand die een vraag stelt en jij zegt, wat moet ik daarover zeggen? Ja, blijft het gaatje één punt? Nou, ja, voorlopig, als ze in deze vorm blijven spelen... Ja. Zie ik niet wie er drie punten van ze af gaat snoepen, of twee. Maar Wilfred stelt de vraag, blijft het gaatje één punt? Dan zeg ik nog steeds, ik heb geen idee. Nou ja, dat ben je voor het laatst hier. Ja, deze bedankt. Ja, hoi, ja. Ik heb geen idee. Was ook, een voorwaarde in mijn contract trouwens, minder Hans. Ja. Dat zou zelfs Jan van Hals nog niet zeggen, ik heb geen idee. Vraag Jan heeft altijd een idee. Ja, ik heb ook altijd een idee, maar ik weet niet of dat over vier weken het gaatje één punt is. Is het gaatje één punt? Ik weet het niet, Wilfred, nee, of het gaatje Hansie, één punt Hansie, is, man. Ga je nou PSV verspeelde puntjes tegen Cambuur thuis, weet je wel? Ja. Ajax deed dat ook tegen Heracles thuis. En gaat niet meer gebeuren, zeg jij. Niet zo snel gebeuren, Dus blijft het één punt. Nou, als jij zo makkelijk kan het zijn, Hans. Als jij probeer dan het nog eens. Als jij dan gewoon tegen me zegt van blijft het spannend tot het eind... dan zou ik zeggen, Wilfred, het blijft hartstikke spannend. Nee, dat is toch anders. Dat is een domme vraag. Blijft het gaatje één Hans, punt? Je bent gezakt voor je examen aan tafel zitten. Nou ja, prima, joh. Spijt me.